Een 22-jarige man uit Os doet aangifte tegen een politieagent wegens mishandeling bij zijn arrestatie afgelopen zaterdag. De Ossenaar werd aangehouden omdat hij wordt verdacht van diefstal. Omstanders filmden de arrestatie. Op de beelden is te zien dat politieagenten hem op de grond werken en handboeien om proberen te doen. De agent stompt hem hierbij twee keer in het gezicht. Volgens de politie laat het filmpje niet het hele verhaal zien. De man zou zich hevig hebben verzet, een agent bij de keel hebben gegrepen en een agent te proberen te schoppen in haar gezicht. De Ossenaar is inmiddels weer vrij. Hij heeft tot en met maandag vastgezeten. Hij is nog wel verdachte.